vanuit de garage in Grauw is dit Sportradio Grauw TV. Hier is uw gastheer Walter Miedema. Afke Hielkema, na die keertscarrière best nog heel actief teruggegaan met keertsen. Hij is even een jaar, twee jaar misschien niks die, maar best wel gauw via het CIO's in contact komen met Jalling van den Berg. Wat doet precies? Dat wie eigenlijk voort al naar de carrière. Ik heb eigenlijk net meer stil zitten. Challenge heeft mij vregen voor de Keertsacademie. En de bedoeling daarvan was dat er twee talententeams op starten waren. Van de heren en van de dames. En hij heeft mij in die tijd vregen om dat van de dames te doen. En daar heb ik Linda Terpstra en Rick bij komen. Ja. Nou, en Hendrik Talsma, mijn vriend, die draait er Rickie mooi. Dus we hebben misschien trein hebben wij een heel leuk team. Je hebt echt de toppers bij de vrouwen die eruit halen, hè? Nou, we hebben de talenten hebben eruit zocht. De toppers, dat is echt hoofdklasse waardig. Ja. En dan echt de top van de hoofdklasse, die redden hun wel. Maar daar ben ik genoeg vrouwen die zit wat in die hoofdklasse aan. En die heb ik wel de potentie om dat te redden. Maar ja, die heb ik ondersteuning nodig. En vooral de KNKB vond belangrijk dat ik binnen de bond trainen kon. Nou, en daar is eigenlijk het talententeam voor. Hoe doet het in de groep? Dit hier hebben we twappen toer. Door Joukje Kuperus, ja. En toer van Nelly Steenstra. Is het bewust dat je hem daar zes keertjes verdorgen? Of wil je meer met het team? Nee, we hebben het eerste hier hebben we drie toer gewoon twaalf hier ik. En we hebben nu dit hier bewust gekozen voor twaalf toer. Om de volledige aandacht te gaan. En wij menen dat dit een groep is die het onderling ook heel goed bij elkaar passen. Ja, en om een heel seizoen maar op te loeken, ze zijn nu al bezig. Ja, dat is wel mij wel goed mogen vinden kennen. En dat, wij denken dat dit een heel mooi hecht team is. Is het met vrouwenskeertsen, de onwas, er komt meer talent, hè? Dus ja. Is het in de om te komen. Het is karig, zelf net zoiets van misschien maar de groep grutter maatje dat we meer die vrouwen bij elkaar krijgen. Ja, met het niveau maak ik een beetje bij elkaar, passen. En ja, dan moest ik de mentaliteit hebben om gewoon twee keer in de week er volledig van te gaan. En die gewoon ik op het veld een chant te litten als een potentiële topper. En we hebben twee jaar gewoon dat we dachten van nou, deze vrouw die wil graag bij ons trainen. Maar ja, die hebben krijg net datgene wat wij voor ziekje. En wij hopen dat dat in dit hier gewoon mooi bij elkaar past. Zoals je terug, zo moet ik twee keer trainen willen, zo moet ik het niveau, het talent hebben. Ja. Het heeft net oer, hè? Nee. Maar ja, goed, je kan zien wat je net hebben en wij proberen te zien wat we wil hebben. En we hebben dit hier vanuit de KNKB de volledige vrijheid gekregen om te doen wat we willen. Voorwaarde jaren trainen we in kleren die al een aantal jaren beroept waren. Ja. Nou, daarvan hier was ze wat van dat willen we net meer. Het moet mooi zitten, het moet mooi staan, het moet een stuk uitstraling hebben. En zo proberen we elke keer gewoon weer wat nice te vinden. En ja, dat houdt in dat we dus zelf ook een sponsorziekje maaien. Dus eigenlijk een kleerpakket samenstellen maaien. En dat, dat hebben we natuurlijk als eerst hebben we dat deadline. En dat is goed kut. Wat kies toch maar die ervaring, maar die kwaliteiten, maar ik maar die know-how dat hest oerbrengen op de jonge vrouwen? Nou ja, ik weet wat zij vielen in een field. En dat vond ik vroeger, jedder, altijd wel heel plezierig had ik dat bij een trainer hier. En ik bij een coach zijn. Dat is gewoon een heel apart gevoel als je mooi maakt in een keerswedstrijd. En als dat net zelf op dat niveau hand heeft, kist dat ik net oerbrengen, kist dat ik net mooi viel. En dat vind ik heel plezierig. Ja. En die vrouw leek. Luisteren ze naar die? Zien ze naar die op? Ze luisteren sowieso. Als ze nog bij mij op zeggen, ja, weet ik net. Misschien wel, weet ik net. Ik probeer daar net de botten bovenhing in te gaan. Je mag maar ook al wijzen. Hoe hem de rolverdeling? Wat doet Hendrik eigenlijk? Wat doet Linda eigenlijk? Linda die is nu al bezig. Die is bij Visio 0418 in Ljouwert. Elke waanzintune hebben wij de gehele praktiek, de oefenrond ter beschikking. En Linda die verzwaart het conditionele stuk nu al. Er is begin november maar begonnen. Hendrik en ik pakken vanuit Tiesdy de baltrainingen op. Dus wij doen het balgedeelte, Linda doet echt het conditiegedeelte. En Linda draait terug totdat de simmertrainingen beginnen. Dus dat is begin april. Ja, dan trainen we twee keer in de week. Waar train je? Tiesdy's gaan we naar Mantrum en Toensdy's komen we in mijn naam. Hoe zijn de reacties van de vrouwen zelf? Hè? Ik zie hier en daar wel eens op Facebook dat ze het laaien in de chat binnen. Ja, nou dat
Wij proberen rondom de trainingen en de wedstrijden proberen weer Sanon en ik zijn wat leuke dingen te doen. We hebben trode weken hebben een soort contact met ze. Ja, het klinkt gewoon alweer heel goed. En dat koerst vorig hier in het laatste van het seizoen hebben wij een patoer nog onder ons hoeden om qua coaching. Ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, zoals je het heel terug. We willen leuke dingen dan. Dat is bij de vrouwen belangrijk. Hè? Ja, nou ja, maar dat, ik denk dat voor elke sporter leuk is om Sanon en ik mooi een trainer, coach of wie dan ik gewoon eens even wat op een ontspannen manier te doen. En dat proberen we er wel in te brengen. Ik kom straks weer een trainingskamp, dat organiseren we maar koor. Ja, zo proberen we wat. Wat contacten te krijgen. En ik aast, ja, dus als de sponsoring volledig groen is, nou, dan willen we die meisjes er ook bij loeken. We willen gewoon een netwerkje, een team om ons heen hebben, ja, dat betrokken is bij die size vrouwen. Ja, hoe maak je hem zin als keertskwallen bij de KNKB echt? Nee, we zijn een onderdeel van de KNKB. Net een keertskwallen, team, talententeam, ja, wat met name. Wat vind je zelf van die keertskwal, die de laatste man jaren in de groen stand worden? Nou ja, de initiatieven die ben hartstikke goed. Het is, iedereen die krijgt op deze manier de kans om ergens te trainen. En op zich maakt het net uit waar het keertjes trainen. Dat moet gewoon dat moet helder wezen wie het waar heen gaat. En als ze maar plak hebben. Ja, en dat de kwaliteit maar goed is. Ja, vies dat? Wordt er genoeg? Dat kan ik net zo heel goed oordelen. Dat wil ik eigenlijk niet wel. Want ik heb eigenlijk nog nooit even ergens gezien. Ik heb zelf altijd bestichting scoren keerts. Nou, daar weet ik gewoon goed van me koren. En ik ken er vanuit dat het nog zo is. En stichting Puur Passie. Nou, dat just, die uitstraling is goed. Die hebben de toppers hebben die binnen. En dat, dat is al goed regelen. En verder. Ik jaar een heel soort, maar ja, hoe het kwalitatief is, kan ik net zeggen, weet ik net. Kinderen van u goed. En was vandaag in de takkomst afkeer keert? Waar vies die happy in? Wat is die rol? Welke kant was het? Nou, ik besjeug dat krijg ik met mijn keertscarrière een beetje per jaar, hoe het al hier op mij aankomt. En Linda, Hendrik en ik ben gewoon hartstikke enthousiast over hoe wat we doen. En we vinden het leuk. We hebben een hartstikke leuke groep keertjes. En ja, dat besjeur ik gewoon rustig en we bouwen dit rustig uit en ja, hoe de tak komt, ik ben het, ik zeg het wel. Ik heb net echt iets binnen de keer schrijven van nou daar wil ik beslist heen. Zolang dat ik me goed voel, dan ging ik me terug en zolang het ondersteuning gewoon goed is, ik. Ja, en dat vandaag naar de KNKB ik daar, zei van ik wil me de bijdrage wel leveren, maar dat moet wel goed geregeld worden. Ja, dat is de voorwaarde. He. Iedereen moet de volledige achtersteen wat wij doen. En mijn verste contact is Charling van den Berg en is René Ales en die ben enthousiast over de dingen die wij doen. Nou ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. He. Van die kant moet ik gewoon de steun wijzen, moet ik alle rond te jong worden om te doen wat we willen. Nou, dat is zo dus.